box toch altijd tot aan onze deur terecht? Goeie vraag. Dat gebeurt met deze groene, gekoelde en elektrische busjes. En vandaag mag ik jouw box mee bezorgen. Hey Rafik. Jij bezorgt dus HelloFresh boxen? Klopt. Maar ik heb u nog nooit bij mij thuis gezien. Ja, helaas niet. Maar ik heb mijn bepaalde route en de thuiskoks geven dan door wanneer ze hun box willen. En aan de hand daarvan wordt de meest efficiënte route uitgestippeld, zodat wij geen onnodige kilometers rijden en dat we duurzaam blijven. En jij rijdt elektrisch? Yes, wij rijden met steeds meer gekoelde elektrische busjes. Rijdt dat goed? Dat rijdt prachtig. Ja? Heb jij misschien zin om dat eens uit te testen? Ja, zeker. Dat is het anders, zo'n busje dat elektrisch is. Ja, amai. Zalig. Evi, carrière switch gemaakt. Maar dat is wel een serieuze box die jullie bestellen. Ja, voor 5 kinderen hebben we dat wel nodig. Zeker nu dat de school terug begonnen is, ben ik heel blij dat ik met de HelloFresh box kan koken. Herkenbaar. Maar wat eten jullie dan graag? Dat gaat van pasta, risotto. Boekenburger. Dat zijn wel veel verschillende smaken. Hoe verloopt jullie kookroutine hier thuis? Ja, ene keer in de week kiezen we de menus. Er is ook een beurtrol om te koken. En door het feit dat iedereen zo betrokken is, zie je ook dat er verschillende smaken aan bod komen en dat eigenlijk iedereen wel zijn goesting vindt. Ravioli van vergeten groenten klaar in maar 15 minuten. Goed, hè? Zalig. De kinderen zijn nu aan het spelen, dus de mama's zullen het doen. Absoluut, ja. Ik ben inderdaad regelmatig verwend dat de kinderen thee te maken. Ze leren daardoor ook echt de handelingen van het koken. En het was zelfs zo dat ze op scoutsweekend gewonnen hadden met hun kookwedstrijd. Echt? Dat en dat is dan dankzij HelloFresh volgens mij. En wat dat ook nog is, ik vind dat ze veel meer hebben leren eten door HelloFresh zelf te zien wat er in de pan komt. En als je dat vergelijkt met andere kinderen, denk ik, ah ja, jij lust wel echt veel. Jij dat durft proeven. Ik heb net dezelfde ervaring. Mijn moeders kunnen er nog iets van. Ah, moet er geen saus? Wil jij er nog bij, kappen? Ah. Doe eens zot. Oh. Voilà, c'est fait. Ook al een bordje klaar. Komen eten! Easy peasy. Klik op de link en kook ook gerechten in maar 15 minuten.